Maarten, welkom. Goedemorgen. Hoi, ik ben G. Maarten. Hoi, welkom Maarten. Zo, jij wilt je een afspraak maken voor permanentje, dacht ik? Ja, een beetje puntjes bijknippen, niet te kort. Ja. Oké, nou, het is al kort, dus ik ga ervan uit dat jij hem nog wat korter zou willen. Nou, ik ga hem lekker even insoppen met wat zeep. Ik begin eerst met scheerolie, doe ik wat inmasseren. Vervolgens ga ik lekker insoppen en dan ga ik een stukje ervan afhalen. Zo, je bent een lekker dagje vrij? Ja. Ja? Nou ja, vrij. Ik werk voor mezelf, dus ik ben wel flexibel wat betreft tijden. Een dagje gerouwd. Dus je werkt altijd, maar je werkt ook nooit? Het komt wel eens voor, dat ik dan ook soms in het weekend of 's avonds wat doe nog. Oké. Ik ben wel benieuwd, wat doe je voor jezelf? Ik ben illustrator en striptekenaar. Leuk. En voor verschillende tijdschriften eigenlijk. En twee dagen per week zit ik op de redactie van Donald Duck. Oh, lachen. In Hoofddorp. Okay. Dus dat is wel een eindje reizen. Ja. En de rest van de week heb ik hier in de buurt een studio met nog 6 andere tekenaars. En werken we ook aan allerlei andere opdrachten op tekengebied. Oké, ja. Als je tussendoor afvraagt waarom ik met mijn handen zo heen en weer wrijf, dat is echt puur om de olie op te warmen, zodat het wat beter intrekt op het hoofd uit. Hé, maar dat is leuk. Maar jij tekent dan ook voor Donald Duck dus? Ja, ja, onder andere, ja. Zijn er dan vaste figuurtjes of typetjes die je dan tekent, of karakters? In principe alles wat nodig is. Meestal doe ik wel, maak ik de covers. Ja? Maar ook gewoon illustraties voor in de rubrieken of illustraties voor de marketingafdeling, als er, voor merchandise bijvoorbeeld. Dat is wel gaaf. Ja, van alles wat eigenlijk. En als kind zijn, heb je zelf ook veel Donald Duck gelezen? Ja, denk het. Ja, ik denk iedereen wel zo'n beetje, toch? Ja. Heel veel kinderen groeien wel ermee op. Was toen ook al een droom voor je van, ik wil later ook... Ik was wel altijd aan het tekenen. Ja. Met tekenen bezig en... Maar ik had niet gedacht dat ik uiteindelijk ook dit zou gaan doen, maar ik dacht altijd, het zal wel een beetje een hobby blijven. Heb je eigenlijk al eerder bij een barbier het hoofd laten scheren? Nee, dus daar was ik wel benieuwd naar. Straks een ervaring rijker. Toen ze het vroeger dacht van, nou, het is toch ook wel leuk inderdaad om weer eens in de kapperstoel te zitten. Ja. Want zoals je ziet kom ik niet heel vaak bij de kapper. Jij doet het vooral zelf. Ja. Maar dit heb ik sowieso nooit gedaan. Oké, het zijn voor het eerst dat er een mesje overheen gaat. En aan wat voor soort projecten moet ik dan denken? Waar ben je bijvoorbeeld nu mee bezig? Op het moment ben ik bezig met illustraties voor een TED speech van iemand. Dat zijn van die presentaties die je kan... ken je misschien wel. Op YouTube zie je dat vaak. Ja, absoluut. Liefhebber. En, iemand heeft mij daar laatst voor benaderd om daarvoor wat tekeningen te maken. Ja. En die komt morgen weer langs om dat weer door te spreken. En dan moeten er eventueel nog wat extra tekeningen bijgemaakt worden aan de hand van dat gesprek. En dat soort dingen kan ik dus ook doen. Oké. Meestal is het wel gewoon werk en opdracht wat ik doe. Ja. Waar ik ook wel blij mee ben, want dat is natuurlijk ook gewoon inkomsten. Ja. En als ik echt een keer tijd over heb, dan ga ik wel iets voor mezelf maken. Een kort stripverhaal of zo. Ja, ja. We hebben nog niet echt een Nijmeegse held of zo als stripfiguur, denk ik toch? Of wel? Hebben we wel een bekende... Nee, weet ik niet. Ja, Dirk Jan misschien, hè? De strip Dirk Jan, die wordt ook in Nijmegen... Oké. Is ook een Nijmeegse tekenaar, dus... Ik ben zelf geboren en getogen in Den Haag. Je hebt natuurlijk de bekende Haagse Harry. Ja. Ja. Heeft Nijmegen niet zo'n karakter nodig misschien? Misschien wel. Nooit aan gedacht? Eigenlijk niet, nee. Ja. Maar misschien breng je me wel op een idee. Ja. Hoe zou die eruit moeten zien? Ja, het zal wel iets met de kleuren groen, rood en zwart moeten zijn dan. Ja. Ik weet niet hoe die eruit moet zien, maar het is natuurlijk wel zo dat Nijmegen wel een beetje een accent heeft. Waar je wel in de teksten wel iets leuks mee zou kunnen doen. Absoluut, ja, dat denk ik. Dat is ook wel. Ja.
Is er misschien een editie van Donald Duck? Ja, ik blijf toch een beetje bij Donald Duck. Wat gaat over Nijmegen? Of wat zich afspeelt in Nijmegen? Ja, ja? Met de Vierdaagse was er vorig jaar een speciaal Vierdaagse nummer. Oké. Okay. Dus bij dat soort gebeurtenissen wordt er wel... En waar zijn die gevestigd met, wat was het, noodweer? Zeg ik het goed? Noodweer, ja, dat zit hier bij de Muntweg in de buurt. Oké. Okay. Het is een oud schoolgebouwtje en daar zitten nog wat andere ateliers ook, kunstenaars. En verder nog een planning voor vandaag? Blijft het lekker rustig? En nog wat tekenen? Ja, ik ga vanmiddag weer naar de studio en dan ga ik verder aan die TED Speech tekeningen. Okay. Want die wil ik eigenlijk vandaag afmaken. Het gaat om ongeveer 20, 25 tekeningen die ik heb gemaakt. Ja? En die heb ik allemaal getekend en gescand. En dan ga ik ze vanmiddag inkleuren en teksten erbij zetten waar nodig. Verder afmaken. Oké. Okay. Inspiratie komt eigenlijk gewoon overal vandaan. Hè? Alles om je heen. Of... Af en toe, ik heb wel eens gelezen dat... Disney wel eens van die verborgen boodschappen heeft in hun films of in hun magazines of in hun bladen. Is daar iets van waar? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat vertel eens. Soms, sowieso tekenaars stoppen wel eens grapjes in de tekeningen. Wat, bijvoorbeeld kleine inside jokes. Ja. Dat is bijvoorbeeld een tekenaar die in Nederland die rijdt vaak op rolschaatsen rond, dus hij tekent ook vaak in de verhalen in de achtergrond figuurtjes met rolschaatsen, dat soort dingen. Ja, ja. Maar niet echt hele geen politieke boodschappen of zo. Nee, dat wordt allemaal een beetje, moet allemaal wel een beetje neutraal zijn. Hè? Ja. Het is geen gekleurd blad wat dat betreft. Nee, dat er zit klopt. Wel wat luchtige maatschappijkritiek in af en toe. Bijvoorbeeld dingen over mobieltjes of zo, of gewoon een beetje van die algemene dingen. Ja, maar, precies. Dat is ook meer een beetje om het tijdsbeeld aan te geven. Ja. Nee, we hebben toevallig laatst nog bij Donald Duck een hele lijst vanuit Disney gekregen met dingen die wel en niet mogen. Oké. Okay. Dus er mag bijvoorbeeld niet met dingen gegooid worden in een strip. Ja, het wordt wel heel steeds strenger hoor. En de reden dat er niet gegooid mag worden? Ja, omdat het geweld uit kan lokken of zo. Oké, okay. Dus darten komt niet voor in Donald Duck? Nou, ja, als het echt heel duidelijk om het darten gaat bijvoorbeeld. Maar dingen als met een katapult schieten of zo, dat zal niet mogen. Want het is toch een soort wapen. En, ja. En bepaalde drankjes moet het heel duidelijk zijn dat het echt een frisdrank is wat ze drinken. Anders geen bier. Mag je niet de suggestie wekken dat het alcohol of wijn is. Oké. Okay. Ja, dat soort dingen. Dat is wel apart, want het katapult, dat is, ik heb best wel veel gelezen vroeger ook. Ja. En het katapult komt best wel veel Nou ja, voor dat is natuurlijk echt een beetje zo'n qua jongens ding van vroeger inderdaad. En, het moet allemaal heel braafjes nu. Het moet steeds braver, ja. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel jammer. Dat vind ik wel een beetje jammer soms, want je hebt daar ook vaak minder mogelijkheden om dingen iets leuks te laten zien. Aan de andere kant is het ook wel weer een uitdaging om met die beperkte... dingen toch iets leuks te bedenken. Ja. Hoe voelde het aan? Oeh, glad. Oh man, ja, dat is wel apart. Ja. Hoe voelde het tijdens het scheren? Was een prima gevoel? Hier voel ik nog wel, hier zat sowieso ook meer. Ik heb het bewust dus niet helemaal glad geschoren, dat zou in principe ook kunnen. Want je hebt het zelf al altijd met de tondeuze. Dus ik ben maar één keer met het mesje eroverheen gegaan. Ik kan er niet vanaf blijven. Het is, voelt lekker aan, hè? Nee, het is wel, wel apart. Ja. 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 Zijn er nog andere bekende Nederlanders, of die vanuit Nijmegen bekend zijn in het illustratorwezen? Misschien jouw vakgebied? Landelijk of misschien wel Hollywood doorgebroken? Ja, er zijn wel wat mensen die voor Disney ook in Nederland hebben gewerkt, die uiteindelijk in Hollywood aan de slag zijn gegaan. Okay. Ja, ja. En die zijn dan uiteindelijk in de animatie, Disney animatie of Warner Brothers of daar aan de slag gegaan als storyboarder bijvoorbeeld. Okay.
En die zijn wel, die hebben ook op een zeker moment allemaal wel voor de Nederlandse Donald Duck gewerkt ook, ja. Ja. In hoeveel landen wordt Donald Duck uitgebracht, weet je dat zo? Nederland, Italië, Denemarken. Volgens mij houdt het daar wel aardig bij op, want bijvoorbeeld in Amerika, waar het oorspronkelijk vandaan komt, is geen Donald Duck tijdschrift bijvoorbeeld. Daar zijn ze veel meer op Mickey Mouse gericht. In de States is er geen Donald Duck? De Donald Duck die ze daar kennen. Althans, de tijdschrift Donald Duck? Dat is daar niet, nee. Er worden wel gewoon losse strips uitgegeven, maar die gaan dan eerder over oom Dagobert dan Donald. Okay. Verder kennen ze daar Donald vooral uit van de tekenfilms. Nederland is eigenlijk, in Europa zijn eigenlijk een paar landen waar ze echt het blad hebben. Ik dacht dat Donald Duck dus echt internationaal, wereldwijd in alle landen werd. Mensen kennen het wel, maar vooral van de tekenfilms. Okay. En jouw favoriete karakter? Is die daar? Donald denk ik wel. Ja? Ja. Okay. Die heeft af en toe lekker van die driftbuien en zo. Dus Okay. Het is wel leuk om te tekenen, want omdat het dan dat hij af en toe heel extreem kan acteren. Ja. Dat is leuk van het Disney tekenstijltje, vind ik. Dat het heel erg over het acteren van de figuren gaat. Het zijn nooit echt, tenminste als het goed gedaan is, dan is een strip geen talking heads, om zo maar te zeggen. Dan doen de figuren ook altijd iets. Het doet mij heel erg denken een beetje aan de oude, met de opkomst van de film. En bijvoorbeeld Zwart-Wit, Charlie Chaplin. Dus die hele herkenbare bewegingen. Dat zie ik ook een beetje terug in de Disney-characters. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook. Ja, het is ook universeel, zijn. Hè? Ja. Bewegingen en acteerwerk, dat is iets. Dat zou eigenlijk zonder tekst zou al duidelijk moeten zijn wat er gebeurt. Aan de hand, ja. Ja. Maar het is lastig als je niks mag gooien, dan weet je ook niet wat er gebeurt, bij wijze van. Want je gaf net aan, je mag niks, het mag niet gegooid worden, volgens de richtlijnen. Wel een bal of zo, maar geen projectielen. Nee, oké. Okay. Hey, we zijn er eigenlijk een beetje. Het hoofd heb ik mooi kaal geschoren en wat ik aan de zijkant heb gedaan, ik zal eens een spiegel pakken, dan kan je van dichtbij even zien. Niet heel veel anders, maar ik heb hem hier wat verzacht. Mm-hmm. Dus die overgang naar je haar toe. Ik heb hem hier ietsjes doorgetrokken en ik heb hier de haartjes wat ingekort. Het moet ook weer niet te kort zijn, want als het te kort wordt, dan heb je doorkijken op de huid. Mm-hmm. En dan wordt dit weer een sik. En nou, ja, heb ik hem eigenlijk verzacht, zodat je hem eventueel kunt door laten groeien. En heb je de scheiding links of rechts? Meestal heb ik gewoon, ik heb wel hier drie kruinen achterop zitten. Ik weet nooit wat ik daarmee moet. Ja, dat zou ik gewoon voor midden. Het is lang geleden dat ik de scheiding had. En toen ik hem nog had, had ik hem in het midden, ja. Oké. Okay. Ja, dat was in de 90's ergens. Dus het is lang geleden. Ja. Mag er wat aftershave of zo? Doe maar. Ja. Dat is een aftershave met niet heel veel alcoholpercentage, want als ik met messen, ik ben er net met mes overheen gegaan, dus dat voel je dan wel branden. Dus het is lekker een verfrissend aftershave tonic. Lucky Tiger. Yes. Your Lucky Tiger. Voelt er zo een beetje fris aan. Nee hoor, grapje. Nou, een ervaring rijker, hè? Dus voor het eerst is dat je met een mes op het hoofd... Nou, het klimt wel mooi. Ja, zeker. Ja, het is bijna Pasen, dus een strikje erom en... Ga maar goed verstoppen dan. Hé, Maarten. Bedankt voor het gesprek. Geen dank, jij ook. Vond het gezellig. Dat was maar genoegen. Alsjeblieft. Ja.